Hey allemaal, welkom bij een nieuwe Revive podcast. Ik zit hier vandaag samen met Elisa en met Jaco van Roots. En Roots is een jongere initiatief, kan ik dat zeggen? Een jongere groep. Een beweging, initiatief, ja. Kerk misschien ja, ook jongere wel. Kerk misschien ja. wel, dat is wekelijks, hè? Ja, zeker. In Ede. En ja. Ze maken hele toffe dingen mee. Ik heb hele gave dingen over gehoord. Allemaal jongeren, jongvolwassenen, studenten uit Ede, van de CAE en ook omstreken. Mensen die daar wonen. En ze hebben echt een eigen community gebouwd over het afgelopen jaar. Een beetje sinds corona volgens mij. En ik ga met ze daarover in gesprek. Over wat het is om als jongeren proactief bezig te zijn met het geloof. Dus ik zie ernaar uit. Heren, welkom. Ja, dankjewel. Dankjewel. Yes. Ja. Yes. Elisa, Jaco, wil je jezelf een beetje voorstellen eerst? Ja. Ach ja, eerst. Ja, ik ben Jaco de Recht. Ik ben 22 jaar oud. Net afgestudeerd als audiotechnicus. En ik werk in de horeca en allemaal klusjes daaromheen. En actief met Roots en gemeente in Arnhem, C3 Rivers. En daar vul ik een beetje mijn weken mee. Ja, nice. En ik ben Elisa Lingeman. Ik ben 21 jaar oud, derde jaar theologiestudent aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En daarnaast werk ik voor Rotsvast Bijbelschool en ben ik jongerenwerker in een gemeente in Almere. En dus betrokken bij Roots. Zo, dus, lekker allebei super actief. Ja, zeker. Ja. Zeker. En je had voor mij ook Royal Mission gedaan, dacht ik. Ja, allebei. Ja, allebei. Ja, ja. Hetzelfde jaar zelfs. Ja. Ja, we zitten hier nu ook in het gebouw van Royal Mission. Klopt. Ja, feels like home. It comes back full circle. Ja, tof. Ja. En hoeveel jaar was dat geleden? 2018, 2019. Ja. Ja. Ah, dat is 2 jaar geleden afgerond. Ja, ja klopt. Ja. Ja, ja, dus dit is de derde groep na ons. Die nu begonnen is. Ja. En, maar hoe dan Roots? Hoe is dat zo ontstaan? Ja. Het is niet zomaar dat de gemiddelde jongeren of de gemiddelde volwassenen zou niet zomaar zeggen van hey, laat ik eens een soort een jongerenbeweging of jongerenkerk beginnen. Nee, dat klopt. Hoe is dat gegaan? Nou, het zaadje is in het Royal Mission jaar wel geplant, weet ik nog wel. Ja. Ik weet nog wel dat we daar rondliepen, ook met meerdere mensen van ons Royal Mission jaar die naar Ede gingen. Ja. En dat we het tegen elkaar aan poorden en zeiden ook, we gaan Ede op z'n kop zetten. Ja. We hebben zelfs een WhatsApp groep gemaakt van alle mensen die in Ede kwamen wonen. Ja, wonen. Ja, ja. Revival Group Ede. Ja. Wow. Maar ja, nou ja, toen ging een beetje, we gingen in Ede wonen, we gingen studeren en dat ging een beetje, kwam een beetje op een laag pitje te staan. En toen kwam corona, denk ik. Ja. Weet je, dat was denk ik net begonnen. En toen was ik een rondje aan het lopen en ik was aan het bidden. Toen had ik het idee dat God zei, je moet je netwerk weer gaan verzamelen. En ik moest gelijk denken aan die groep die we hadden. Van, hey, laten we eens met z'n allen gewoon gaan bidden. Laten we bijbelstudies gaan houden. En laten we dat gewoon gaan doen. En ik was... Dus aan het begin van corona was dit? Ja, denk net, net 2 maanden erin of zo, in mei of zo zal het zijn geweest. Dus iedereen ging dicht, jullie gingen open. Ja, come on. Het duurde nog wel even, want ik was, werk bij Rotsvast Bijbelschool. En dus ik was naar de directeur gegaan. Waar zit Rotsvast Bijbelschool? In de Bijlmer hebben we, dat is een weekend Bijbelschool. Is dat niet van Jan de Haan, heet ja, die? Ja, klopt. Ja, ah. Ja, ja. Dus ik was naar Jan toe gegaan. Ik zeg, joh, dit is mijn idee, wat vind je ervan? En toen was hij eerst een beetje van, Oké, weet je wel zeker dat dit wat wordt? Nou, ik denk het wel. Dus ik had een heel programma opgesteld, want ik dacht eerst van, we gaan er gewoon bijbelstudies doen. We gaan mensen vragen om bijbelstudies te geven. En toen de ochtend dat we zouden beginnen, we hadden een groepje van 12 mensen bij elkaar. Toen belde Jan me in 1 keer op en hij zegt, ja, ik heb een visioen gehad. Wow. En hij zegt, ik zag een boom en de wortels gingen heel diep. En er kwamen allemaal jongeren onder die boom staan en hij moest ook denken aan Abraham. Abraham die hakte de oude eik om, zeg maar. Of hij bouwde een altaar onder de eik. En de eik is zeg maar is een soort afgod of een die wordt aanbeden daar in die tijd. En hij zegt, op plaatsen van oude religie bouwde Abraham een altaar. En hij zegt, ik denk dat jullie dat ook mogen gaan doen. Dat jullie plekken waar religie is, waar veel mensen naar de kerk gaan zonder daadwerkelijk echt God te kennen. Dat jullie daar echt een altaar gaan bouwen voor God. En een heiligdom. En dat daar jongeren zullen komen en die daar God mogen leren kennen, geraakt worden door de liefde van God. En op die manier ook uiteindelijk weer uitgezonden worden als ze straks weer naar hun, als ze straks zich ergens gaan vestigen. Dat ze dan echt als discipelen van Jezus daar mogen gaan settelen. Oh wauw, dat kreeg je zeg maar als het ware in een visioen of in een droom. Ja, dat kreeg Jan dus. Jan. Ja. Dat was die ochtend dat jullie begonnen. De ochtend dat we begonnen. Zo. En toen is het eigenlijk begonnen. Ja, we begonnen in een basisschool genaamd De Rots.
Dat was natuurlijk ook wel weer een beetje komisch. Ja, rotsvast. En roet. Ja. En roet. Nou ja, roetsvast. Ja, hoog even roesten. Maar toen begonnen we in een gymzaaltje. En ja, na de eerste avond was ze al meteen gewoon hartstikke enthousiast. Ja. En Godsgeest was echt wel lekker sterk aanwezig. Ja. En toen merkte helemaal eigenlijk bijna iedereen wel van... hé, dit is tof en geproefd en die willen we meer van proeven. Ja. En na die eerste avond heb jij al meteen gevraagd van... Jacob, wil je mee gaan werken? Ja. Organisatorisch wat input hebben. En nou ja, even heel kort over gebeden. Maar meteen mijn hele gevoel zei, ja. Dus ja, zodoende zijn we gewoon lekker van start gegaan in de basisschool. Ja. Nice. Ik denk dat we daar in de basisschool hebben een paar keer gezeten. En toen kregen wij allebei corona. Of ik eerst en daarna jij. Eerst, ja. Nou, de eerste, de tweede lockdown. Ja, ja. Ja, maar dat super dodelijk. Dat was wel, want toen heeft het even stilgelegen. Ja. En toen lag een aantal weken stil. Toen dacht ik echt van, nou, dit, weet je, iedereen is er weer helemaal uit. Dit gaat helemaal niks worden. Weet je, we maken gewoon, begin volgend jaar maken we gewoon weer een herstart. En dan beginnen we weer opnieuw. Ja, de school dat ging was een jaar dicht, geleden, zeg maar. Ja, dat was... rond december, november, zeg maar. De school ging ook dicht, dus daar konden we ook niet meer in. Nou ja. En toen in één keer, kwam bij Jacob bij ons thuis, gingen we aanbidden met z'n drieën. Ja. En toen in één keer kwamen er nog meer mensen en in één keer zat de hele woonkamer vol. Ja. Spontaan was het dus gewoon alsnog weer doorgegaan. Ja, ging alsnog weer eigenlijk van start. Ja. Ja. En toen hadden we allebei wel zoiets van, ja, oké, we moeten echt hier wat mee. We moeten echt weer het bloeide als het ware weer vanzelf op. En toen konden we in een café terecht. Ja. Dus daar zijn we eigenlijk de rest van het jaar geweest. We hebben echt een hele toffe tijd gehad. We groeiden elke keer weer. Dat was heel bijzonder. Elke keer kwamen weer nieuwe studenten bij. En jongeren. En Godsgeest was zo krachtig aanwezig. Het was heel bizar. Ja, leuk. En wat voor dingen hebben jullie dan meegemaakt? In een café is dat altijd. Dus eigenlijk mensen worden daar dronken. Normaal gesproken van bier. Ja, ja. Maar wat gebeurt er bij jullie dan? Ja. Nou, hoe we onze avond er een beetje uitzien is dat om 5:30 komt iedereen een beetje binnen druppelen. En om 6:00 lekker gewoon gezellig gezamenlijk eten. Gewoon dat je ook een stukje gewoon community hebt en gezelligheid. Niet dat je de hele avond serieus doet, zeg maar. En om 7:00 dan gaan we gewoon lekker een uurtje, 3 kwartier worshipen. Met daarna een soort van pauze met gebed. En dan gewoon onderwijs. En dat dan daarna ook in de praktijk brengen. Ja. En die formule die werkt praktijk. Gewoon echt fantastisch. Hey, praktijk, dat zie je niet snel. Nee, maar dat vinden wij allebei echt heel belangrijk. Meestal. Gewoon dat je meteen in de praktijk brengt wat je 5 minuten geleden gehoord hebt. En hoe ziet dat eruit bij jullie? Praktijk. Praktijk. Wat voor praktijk doen we? Nou, bijvoorbeeld... evangeliseren met elkaar, ja, goed geloof. ja, ook. Maar op de avond elkaar. Zelf... bijvoorbeeld hebben we onderwijs over profetie. Of er komen soms profeten langs die we in ons eigen netwerk kennen. Hmm. En dan daarna gewoon een kleine groepjes of in tweetallen. Of we hadden toen zelfs gewoon 2 lijnen tegenover elkaar. En dan gewoon voor elkaar profiteren. Ja. Gewoon meteen in praktijk brengen. Daar hameren wij heel erg op. Dat we altijd proberen of met een vraag mee naar huis te geven, zeg maar. Mm-hmm. Of gewoon in de praktijk te brengen. Ja, precies. Gaaf. Ja, en we hebben toen ook, toen waren Arjan en Annemieke Hulsberger er en die deden het over bevrijding. En toen, dat vond ik zo leuk, Arjan die zei van ja, weet je, we gaan gewoon een beetje alles wat de kerk heeft, die standaard maniertjes, die gaan we nu even doorbreken. Dus we gaan zonder een muziekje op de achtergrond, gaan jullie voor elkaar bidden. Nou, dat is echt... Maar Jezus heeft een muziekje nodig. Toen Jezus sprak, kwam er ook gewoon heel song kwam gewoon naar voren. Ja. Met een Soki's CD. Ja, precies. Ja. En toen kwam het woord door. En de string zo te zien. Ja, precies. Maar ik zat op hetzelfde piano, weet je. Godsafhankelijk van mijn leden. Nee, maar super tof dat gewoon dat patroon werd doorbroken. Ja. En toen werden mensen bevrijd. Mensen onder de kracht van God vielen ze op de grond, zeg maar. Mensen raakten vervuld van de Heilige Geest. Wauw, come on. Dus het was echt puur Gods kracht. Psychologisch trucje of wat dan ook. Gewoon echt puur. Ja. Ja. Come on. Ja, en waar we vooral echt het laatste jaar ook al mee bezig zijn geweest, is... naar mijn idee, er ligt altijd een soort balans die je moet vinden tussen... je bent bij God welkom zoals je bent, maar... Hij houdt te veel van je om je te laten zoals je bent. En voor mezelf en ook automatisch zijn we daar ook met de roots dan een beetje mee bezig geweest. Van waar ligt nou de balans, zeg maar? Waar begint de heiliging, zeg maar? En waar is iedereen gewoon welkom, zeg maar? Dus wat we hebben gedaan, we hebben als iemand
iemand een getuigenis had. We lieten om de week iemand zijn getuigenis delen. En dan daar kwamen echt verschillende dingen naar voren. En dan zeiden van, joh, als je je herkent in dit getuigenis, steek je hand dan op en dan gaan we voor je bidden. Niet om de... Niet om te zeggen van, hey, wat naar dat je hierin zit en we gaan wel naast je zitten, maar we laten je er lekker in zitten. Nee, we gaan samen met je naar de voeten van Jezus en dan gaan we ervoor bidden. Want op een of andere manier lijkt de kerk er heel goed in dat we een soort schaamtecultuur hebben opgebouwd van, hey, als ik ergens doorheen ben gegaan, maar nu zit ik er niet meer in, dan kan ik over getuigen. Maar als ik ergens doorheen ga, dan is dat toch wat lastig om, dat echt, om daar echt eerlijk en open over te zijn. Ja, dan is het een beetje van, ja, dat hou je dan voor je. Ja, precies. Ja, terwijl dat ik geloof dat het heel krachtig kan zijn als je daarmee in het open komt en dan zegt, hey, we gaan samen met je naar de voeten van Jezus en we gaan er samen voor bidden. Want als God of als Jezus spreekt in deze situatie, dan geloven we dat er heling komt. En dat is dus, de ene week hebben we een docent en de andere week gaan we getuigen. En dan is er ook specifiek aandacht voor om met elkaar te gaan bidden, over elkaar te profiteren. Als je ergens last van hebt, dan gaan we daarvoor bidden. En dat, daar besteden we dan extra aandacht aan. Dus, gaaf. Ja. En hebben jullie ook wel eens, gewoon benieuwd hoor, als evangelist zijnde. Hebben jullie ook wel eens mensen die dan bij jullie komen die niet zoveel met geloven hebben? Of ja, misschien nee, dat is wel die vet. Niets hebben met jullie vorm van geloven? Ja. Nou, vorig jaar gingen Elisa en Karsten, die bij de groep zaten, elke woensdag was dat toen, volgens mij. Ja, en maandag, toen ging Daniel ook mee. Nou, niet jij, ja, maar de andere Daniel. Maar dan gingen we inderdaad gewoon in Ede de stad in. En ik zelf werk in Wageningen, maar daar por ik ook altijd mensen. En in groepsapp gewoon lekker aanmoedigen om te komen. Mm-hmm. Maar we hebben inderdaad in dat café hebben regelmatig gehad dat mensen van verschillende richtingen, of gewoon niet gelovig of iets anders gelovig, die dan binnenkwamen en dan gewoon sfeerproeven en wat vragen stellen. En dan een beetje verward misschien, in positieve zin, weer weggaan. We hebben zelfs één keer twee mormonen gehad. Ja, en die gingen wel strak in pak ook. Strijders. Maar die zeiden dus na de tijd van, ik heb echt de Heilige Geest hier ervaren. En vond het echt heel vet. Dus dat was heel gaaf. Come on, de mormonen voor de Heer. Halleluja. Halleluja. En als je mormoon bent, volg me en volg ons. Volg je vijf. Deel het met de rest van de clan. En we hebben toen op mijn verjaardag met die... En toen zaten we ook in het café. Gewoon lekker te chillen, spelletjes te doen, lekker lol te maken. En op een gegeven moment was het dan, zullen we nog even voor Elise van Jaren, zullen we nog even voor je bidden? En ik had net gezegd van, Heer, wilt u deze ruimte vullen? En Elisa zegenen het nieuwe levensjaar. En ik heb bonk, bonk, bonk. Dus er stond er iemand aan de deur. Dus Karsten liep er naartoe. En twee mannen, waarvan we vermoeden dat eentje een beetje stoned was en de andere een beetje dronken. Ik kwam zo naar binnen. Die kwamen binnen en zo, is hier bier? Yeah. Is er een café? En Karsten zegt, nee, die is er niet. Het is een kerk. Heerlijk. En in één keer ging het hele gesprek wel anders. Want een van die gasten, die zei van, ik ben ook gelovig en tot geloof gekomen. En toen hebben we de hele avond tot middernacht volgens mij gewoon met die gasten gebeden, gepraat. Wow. En gewoon de evangelie verteld. Ja, gezegend. Het was ook echt al tegen 11:30 of zo dat ze aanklopt. Dus moet je nagaan, dan zit je in een café. En dan is het donker buiten en ik hoor je keihard gebonst op de ruiten. Ze schrokkelde echt helemaal wild. Maar het was... dat merk je dan toch, op een of andere manier heeft het toch aan, de kracht van God heeft toch aantrekkingskracht. Dus dat, absoluut. Je zit natuurlijk ook in het centrum van Ede, hè? Dus dat is best wel toegankelijk. Niet eens dus eigenlijk. Nee. Eigenlijk buiten. We zaten naast Henkie Penkie, dat is vlakbij het station. Parkweg, verlengde parkweg. Maar dat is niet zo in de buurt van het centrum. Nee, meer in de buurt van het ziekenhuis, zeg maar. Dus, dat is een beetje, ik snap wat je bedoelt. Ja, bij het station, niet het station zeg, maar je gaat ervan uit. Ja. Ik, gaaf man. Echt heel, heel tof om te horen waar jullie mee bezig zijn. Ik vind het echt wel mooi om te horen. En ik ben ook benieuwd, hè. Jullie zitten dan zo in een café. En jullie hebben het vast wel meegekregen. Tegenwoordig zijn er steeds meer van die huiskerken en dat soort initiatieven, lokale kerken. Mm-hmm. Merken jullie dan ook dat omdat het niet in een standaard kerkgebouw is, maar gewoon in een café, dat ook bepaalde types aantrekt die normaal gesproken niet zouden komen, dat het een drempel verlaagt? Goh, dat is een leuke vraag. Ik denk het wel. Ik heb er nooit echt bij mensen gevraagd of ze makkelijker binnenkomen omdat het in een café is. Mm. Ja, denk ik niet aan. Maar... de sfeer is heel anders, denk ik vooral. Ja. Ik denk als je in een gemoedelijker kerk... of zo. Ja, gemoedelijker, ja. Als je in een kerk binnen zou komen... Ik weet niet hoe je een kerksfeer moet omschrijven. Maar dat heeft iets typisch.
typerend. Ja. Ja. En ik denk in een café, daar ben je vanuit, ja, een soort van in de samenleving gewend dat het een gezellige sfeer is. Mm. En gewoon lekker kletsen en een beetje lol. Ja. Maar dan tussendoor ook nog gewoon goed God eren en gewoon bijbelstudies hebben. En ik denk die combi, ik denk dat mensen dat gewoon heel chill vonden. Ja. Gewoon de gezelligheid in een café. Het was ook gewoon een lekker sfeertje. Met verlichting en barkrukken. Het was het stond gewoon leeg. De eigenaar was failliet. De uitstraling was gewoon heel anders dan een kerkgebouw. Ja, echt nou failliet. Alle dingen lekker mee te goeden voor het koninkrijk. Come on. We zitten nu trouwens niet meer in dit café. Nee, we zitten er nu niet meer. Waar zitten jullie nu? In de schuilplaats in de gemeente. Ah ja, dat is een bekende, de grootste gemeente een beetje van Ede. Of, ja, zoiets. Ongeveer, op de PKN, denk ik, van Dorpskerk na. Ja, maar het is ook... vorige week was iemand voor de eerste keer en we gingen bidden uiteindelijk. En toen zei hij van, het voelt al heel gek om we te zeggen tijdens het gebed. Maar aan de andere kant ook wel weer normaal, zeg maar. Weet je, want je komt zo binnen in een groep. Het is eigenlijk ook een soort grotere, iets grotere familie. Ja. En dat, je bidt niet meer vanuit jezelf, maar vanuit de groep. Ja, samen precies. Ga je naar de troon van God. Ja. We willen ook heel gericht sturen op studenten. Omdat ik geloof, studenten missen vaak echt een geestelijk thuis. Ja, absoluut. Ja. Dus omdat je, als je op kamers gaat, dan kun je natuurlijk niet door de week investeren in je eigen gemeente. Mm-hmm. Maar je kunt ook niet gaan zoeken in de gemeente in je studentenstad. Ja. Want in de weekenden ben je thuis. En, Maar daarin zetten jullie ook, denk ik, kerk niet heel erg in de weg. Hè? Nee. Ook omdat jullie door de week zitten, niet op de zondag. Ja. Op de dinsdag toch? Ja, dinsdagavond. Dinsdagavond, elke dinsdagavond. Ja, elke dinsdagavond. Ja, voor de mensen die interesse hebben. Die, komen dinsdagavond, 6:00. Ja, komen later wel in de locatie uit. Ja. Maar merk je dan ook dat kerken ook ontvankelijk zijn voor het initiatief wat jullie nemen? Ja. De schuilplaats in ieder geval wel. Die was echt heel enthousiast ook over het idee. Die zei meteen, mogen onze jongeren ook komen? Ja, waarte welkom. Maar inderdaad, het enige wat we in de weg zitten, zijn de andere studentenverenigingen. Ja. Wat vinden zij dan van jullie? Want je hebt natuurlijk navigators, maar je hebt ook ichtes, denk ik. Ja en ook andere. Ja, navigators komt ook op dinsdag samen. Dat is een beetje onfortuinlijk. Ja, onfortuinlijk inderdaad. Ja. Concurrentie. Maar het is ook wel, we krijgen dan, soms hebben ze dan, bij navigators hebben ze een spijbelavond of zo, ik weet niet hoe dat is, dan is er geen kring, maar dan mag je zelf een invulling doen. En dan hebben we dus wel eens dat de mensen bij ons komen. En dat is ook ontzettend leuk. Ja, dus we merken nog niet echt dat er concurrentie is, want dat is ook niet ons verlangen, maar absoluut niet. We doen gewoon ons ding, we volgen Jezus en we kijken wel wie er aanhaakt, zeg maar. En dat en blijkbaar werkt dat goed vrucht af. Ja, precies. Ja. Wat moet ik erbij voorstellen, hoeveel man komen een beetje op de gemiddelde avond? Nou ja, we zijn nu nog, zeg maar, het begin van het jaar. We hebben afgelopen dinsdag de tweede avond gehad. Mm-hmm. En de eerste avond waren we met 10-12 mensen. En toen gingen we ook bidden van, heer, wat wilt u, wat zijn de verwachtingen voor dit jaar? Wat zijn uw verwachtingen ook? Want veel studenten komen en gaan ook weer. Dus je moet ook opnieuw, elk jaar moet je opnieuw... Ja, in zekere zin wel. Ja. Ja, bouwen. Ja. Ja. En goed, die avond was het van, God die wil groeien. Die ziet groei voor zich. Dat was een beetje wat uit de groep geproefd werd. Mm-hmm. En afgelopen dinsdag waren we al wel vermenigvuldigd. Ja, maar echt. Ja, dinsdag zaten we in één keer met meer dan 20. Oh, kijk eens aan, dat is bijna verdubbeling, joh. Ja. En onze appgroep zit nu 30 mensen in. Dus met daarin een harde kern van ongeveer 15 die elke week komen, zeg maar. En er zijn er dan weer wat mensen weer verhuisd omdat ze hier niet meer studeerden, weet je, dat soort dingen. Ja. Dus dat is wel met studenten. Ja. Je hebt wel een hele flexibele groep, maar dat, als je dat ook een beetje loslaat, dan is het ook wel leuk, zeg maar. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen, heren, als veel mensen zullen dit horen en denken van, wauw, was ik maar jong. Of, en sommige van die mensen, die zijn dan ook jeugdleiders. Hè? Dus ze houden van de jeugdigheid en het vuur en je passie. En die gaan dus ook met jongeren om. En die willen dat graag ook doorgeven aan de volgende generatie. Zijn er sleutels die jullie mee kunnen geven, zodat hun tieners, hun jongeren en hun kerken... meer actief mogen worden, kunnen worden voor God. Op persoonlijk gebied, maar ook misschien op initiatief nemen zoals dit. Zijn er bepaalde tools, bepaalde tips? Ja, ik denk wat voor ons heel erg belangrijk is discipelschap. Dus we hebben ook echt als doel om samen met iedereen die komt achter Jezus aan te gaan en ook te leren wat hij aan zijn discipelen leerde. Dus dat heeft ook wel echt onze focus. Ik geloof dat... discipelschap zit er natuurlijk heel veel kanten aan. Een stukje relatie, een stukje onderwijs, maar ook gelijk in de praktijk brengen, weet je, dat soort dingen. Mm-hmm. En dat
Nou, dat heeft bij ons wel echt een centrale plek. Want ik geloof dat... ik heb ooit een keer een theoloog horen zeggen. Die zei van discipelschap is de olifant in de kerk. Weet je, dat jongeren uit de kerk gaan. Dat er relatieproblemen zijn. Dat zijn allemaal uiterlijke problemen van het feit dat er geen discipelschap is in de kerk. Goed. En, goed gezegd. Ja, en dat willen we eigenlijk zo toepassen. Dus we hebben ook... als er dan een nieuw iemand binnenkomt en die heeft nog niet zoveel met geloof, dan proberen we die ook te koppelen aan iemand die er wel iets meer mee heeft. Ja. Want dan zorgen, hoe gaat dat nou? Ja. Trek ze een beetje met elkaar op. We doen heel veel. Profetie heeft dus een hele prominente plaats in de cultuur die we bouwen. Dus als een docent is geweest, dan zeg van, je hebt ons wat gedeeld nu. Dan gaan we nu voor jou bidden en proberen we gewoon dat iedereen, willen we iedereen uitdagen om ook te profiteren, woord van kennis te delen. Dus dat zeggen we, het echte discipelschap, gewoon samen het leven delen, meelopen, maar ook geactiveerd worden. Niet passief theorie krijgen, maar meteen in de praktijk precies. Diep in worden gegooid. Ja. In de veilige omgeving. Mm-hmm. Ja, absoluut. Ja, want wat voor mij heel erg, als toen ik echt nog tiener was, 15 of zo, 5 jaar geleden, 6 jaar. Maar wat mij, ik had op zich niet zo heel veel met geloof, maar waarom ik naar de kerk ging, was omdat mijn vrienden daar waren en omdat ik een super gave jeugdleider had die me thuis uitnodigde, waar we spelletjes gingen doen en waar we film gingen kijken. Hij was vrijgezel, dus we gingen veel frituren. Nou ja, dat is heel leuk. Maar... Dat is Jezus. maar daarom kwam ik veel in de kerk, omdat mijn vriendengroep en omdat ik het leuk vond daar. Maar dat kwam vooral doordat ik met iemand in zijn leven kon meekijken en ook dus indirect meekreeg van, hoe doe jij dat nou geloven? Mm-hmm. En dat is denk ik heel belangrijk, dat je echt je leven durft te delen met jongeren of met waar je ook maar leiding aan geeft, zeg maar. Ja, gaaf. Besteld, ja. Ja. Wow. Ja, voor de rest, ik denk dat gemiddelde jongeren die niet heel erg veel naar kerken zijn geweest of gaan, ook een heel verkeerd beeld hebben van wat de kerk van vandaag de dag eigenlijk, zeg maar, is. Wat dat inhoudt en hoe het eruit ziet. Mm-hmm. Ik heb heel vaak met collega's gesprekken die zijn niet gelovig. En dan wat ze voor zich zien is een dorpskerk met houten banken en een orgel. En dan laat ik wel eens filmpjes zien van de dienst of iets van bijvoorbeeld de EU-jongerendag. En dan was het, dat was wel vet. Ja, daar ben ik ook naartoe geweest. Dat is wel hip. Ja, dat is wel hip. Ja. Nou goed, dat is wel een soort van ingang van... voor vernieuwing van ook met de tijd meegaan, zeg maar. Ja. Dat maakt het ook echt wel weer aantrekkelijk. Nou zijn wij niet bij Roots niet echt een show aan het doen of met fancy lichten. Het is wel gewoon lekker puur. Ja. Maar het is wel echt een verschil. Maar deze generatie zoekt ook authenticiteit. En dat is ook iets, denk ik, wat ik merk aan vooral jongeren. En ieder mens zoekt dat nou wel, maar bij deze generatie iets meer is. Ja. Jongeren zoeken echt authenticiteit. En ik bedoel, mijn huisgenoot is docent, dus ik krijg heel veel te maken met tieners en zo. Ja. Mm. En hij zegt van, wat ik veel zie om me heen is dat andere docenten allemaal methodes toepassen. Ja. Maar tieners prikken daar gewoon doorheen. Ja. Bij mij, naar mij luisteren ze wel. En hij heeft, misschien vind ik het niet leuk als... Ik weet niet of hij dat terug gaat luisteren. Wat dan ook. Maar wat bij hem vaak gebeurt, is omdat hij gewoon zo'n chille vibe heeft, als het ware. Dus gewoon iedereen is gewoon geliefd en welkom zoals ze zijn. Mm. Ja, de helft van de school, echt bijna, of de helft van het leerjaar, is binnen een paar weken gewoon fan van hem. En hij gaat soms van school naar school. Ja. Heeft een paar scholen gehad de laatste 10 jaar. Ja. En continu dezelfde situatie zie je gewoon. Dus ze prikken er doorheen, ze zoeken naar authenticiteit. En ze zoeken ook naar die connectie, naar een stukje voorbeeld. Ja. En ik denk dat iets is wat de jeugd in deze tijd... denk ik ook wel mist in de volgende generatie. En waarom is initiatieven zoals jullie ook gewoon... denk ik heel erg succesvol kunnen zijn. Je biedt niet echt een programma aan... of een stereotype kerkachtig iets met de banken... waar mensen niet heel erg aan kunnen relateren. Maar echt iets, je biedt iets aan wat dicht bij hun staat. Dus een bar en gezelligheid en jongeren en muziek. Ja. En tegelijkertijd verlies je niet de kern uit het oog... als ik het zo heb begrepen. Ja. Namelijk, het gaat om Jezus, het gaat om discipelschap... het gaat om relatie met God, hem dienen, hem volgen. Ja. Ja, en ook gewoon betrek jongeren in het programma van dienst draaien. Of het nou in de muziek is, of beameren, of gebedsteam, of wat dan ook. Ga gewoon op die manier ook echt discipelen en neem ze mee. Heel vaak zie je in kerken, in mijn vorige gemeente ook, was van, mag ik ook in de band? Of mag ik ook spreken? Of wat dan ook, dat je graag mee wil doen. Ja. En dan wordt er gezegd van, nou doe maar rustig. Hè? Dan wordt die enthousiasme wordt weggedrukt. Dat is zo jammer. Dat is zo zonde. Ja, dat is zo pijnlijk. Echt, dan daar raak je echt gewoon de jongeren mee kwijt. Ja. 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 Ja, en ik heb het zelf ook ervaren als tiener. Zeg maar, dat ik zo enthousiast was voor allerlei dingen. Alleen dat
Niet altijd kreeg ik daar de ruimte voor. En gelukkig in mijn gemeente toen de tijd genoeg ruimte dat ik al bleef. Ja. En daar ben ik ook dankbaar voor. Ja. Mm-hmm. Alleen achteraf gezien, niet altijd ruimte gekregen. Dus niet echt ruimte om te spreken of wat dan ook. Had heel veel passie ervoor. Maar uiteindelijk, ik kreeg wel het vertrouwen dat ik piano mocht spelen als 15, 16-jarige. Eigenlijk alleen maar akkoordjes kon, weet je. Ja, dat is niet zo bijzonder. Achteraf gezien denk ik van, ik kon enig op piano spelen. En dat is natuurlijk super irritant voor de band. Want die trekken dan aan je in plaats van dat jij kan leiden. Ja. Maar desondanks is het echt, in die discipelschap is het waard om soms een stapje terug te doen, om de anderen de ruimte te geven, om tieners de ruimte te geven en te discipelen. Ja, super gaaf, heren. Ja. Dank jullie wel voor het gesprek. Ik vind het echt heel tof om met jullie het gesprek aan te gaan, ook voor Revive.nl. Ja. En als mensen jullie willen vinden, waar kunnen ze jullie bereiken? Ja, Facebook en Instagram. Of gewoon at Roots. Soms moet je even eten Roots Ede doen. Want er zijn ook wel andere organisaties. Dus apenstaartje Roots. Ja. Ja. En dat is al de Instagram. Apenstaartje Roots Ede. Roots Ede, inderdaad. Ja. Vooral bij Facebook is dat belangrijk. Anders komt bij een andere Roots uit. Dat is een daar zitten wij. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Dat is een christelijke dating website. Volgens mij wel, ja. Al die christen met geworteld. Dat zou wat zijn. En jij wijst je de date zien. Als je wilt daten, misschien niet deze route. Niet bij ons. Ja, kom op. Dus Ede kunnen ze voor jullie vinden. Ja. Ja, dan kunnen ze berichten sturen als ze een keer langs willen komen. Ja. En dan, als je mee wil eten, laat weten. En dan schrijven we je op. En dan precies. Ben je van harte welkom. Ja, als je een beetje tussen 17 en 28 bent of zo. Ja, een jongen is ook leuk. Dat, Nou, thanks. Dus bedankt, heren. Leuk dat jullie hier waren. Thanks voor het gesprek. Echt heel tof. Thanks voor de uitnodiging. Jij ook bedankt. En jullie ook bedankt voor kijken, voor luisteren. Kunnen jullie vragen? Deel lekker deze video. Zorg ervoor dat zoveel mogelijk mensen dit kunnen horen, zodat ze geïnspireerd worden. Stuur naar je jeugdleider, stuur naar je kerkleider, wat dan ook. Discipelschap is nodig. Dus en ga naar revive.nl voor bemoedigend en actueel christelijk nieuws. Tot later.